Goedemorgen, ik ben Jeno. Jolien staat nog in de badkamer haar klaar te maken. Zou ze eigenlijk niet meer moeten doen, want het is 9 uur en om 9 uur hadden we een reservatie. Dus dat wil zeggen dat we nu sowieso al te laat gaan zijn. Het is gelukt. Ja. We waren maar een kwartiertje maar te laat. Tussen. Nu zijn we dus lekker aan het eten, want we hadden reservering bij het restaurant. Smakelijk toch, hè? Het was echt een heel erg lekker ontbijtje. We hebben ook nog heel wat papierwerk in orde gebracht. We zijn ook nog op het gemeentehuis geweest om ons internationaal paspoort en ons internationaal rijbewijs te gaan opvragen. Want zoals jullie misschien wel weten, wij gaan binnenkort op vakantie naar Amerika. En daar hebben we een internationaal rijbewijs en een internationaal paspoort voor nodig. Ik had dat niet meer, een internationaal paspoort, jij nog wel. Maar ik had dat dus niet meer, dus eventjes dat in orde gaan maken. En ik had het nog wel, maar het was dus vervallen. En eigenlijk een internationaal rijbewijs hebben we denk ik nooit gehad. Ik dacht niet, jij wel? Nee. Nee, nooit nodig gehad. Maar nu hadden we dat wel nodig voor Amerika. Onze auto daar toe. Ja, anders heb je geen rijbewijs genomen als je geen auto hebt. En we gaan daar een auto huren en daar hadden ze dan toch gevraagd voor je. Ja, een internationaal rijbewijs. Zoals jij nog hier aan het scheren. Ik denk dat die ook niet vaak in beeld. Nee? Goed. Zo, helemaal in orde. Jolien maakt een foto van die toren die recht voor ons staat. Zie je het? Het is de Uncle Ben's toren. Hier zijn we nu aan de fabriek van Uncle Ben's, want we gaan deze fabriek bezoeken. Het was een hele drukke dag voor ons. Heel druk, maar ik kijk er echt wel naar uit. Je hebt het niet kunnen volgen in onze vlog, maar we hebben heel veel papierwerk gedaan. Boekhouding, van hier naar daar rijden, factuurtjes in orde brengen, dit en dat. Echt heel saai werk. Nu een beetje tijd voor ontspanning. Dat gaan we doen in de vorm van een fabrieksbezoek. We zijn uitgenodigd om hier de Uncle Ben's fabriek te bezoeken. En we gaan kijken hoe het hier allemaal werkt. Ja, en die was eigenlijk vlakbij ons, Olen. Dus dat is echt vlakbij. Olen. Hallo Olen. We eten heel graag Uncle Ben's rijst. Dus, ja, komt goed, allemaal mooi uit. Ja. Je hebt er trouwens ook nog eentje in Engeland, in de United Kingdom. Ook eentje in Nederland, in Rusland, ook in Amerika, uiteraard. Over heel de wereld is Uncle Ben's te vinden. Alrighty, we zijn binnen. We hebben een heel korte rondleiding gehad. Welcome to my kitchen. Heel korte infosessie gehad over wat Uncle Ben's is. Er staat ook veel meer dan rijst alleen. Er zit heel veel achter. Dat is waar, dat is waar. We hebben ook al een badge, kijk, heel cool. We zijn nu echte bezoekers. Ja, we hebben een nummer gekregen. Ik ben 41, jij bent 51. Dus 51. Heb je ook eens een fabriekbezoek gedaan? Ja, hoor. Ja, vroeger toen het op een fabriekendag was, ging juist, soms op een bedrijvendag. Op een bedrijvendag. Dat is al heel lang geleden, dus het is even wennen. Maar we moeten dus wel veilig zijn en we gaan nu ons omkleden in een... Ze gaan zo'n haarnetje aandoen. Met een jasje. Echt klaar om... Het gaat er heel leuk, heel mooi uitzien, denk ik. Het gaat jou heel mooi staan. Mooi, ik denk dat je gewoon... Wat? Dat is een jasje. Ja. Zet u haar nu aan het samen? Ja. Dat is wel mooi nog. Een kattenloon. Gelukkig? Maar niet. Voor de haartjes, hè? Ja, volgens mij ga ik het daar dragen vanaf nu. Echt? Ja. Ja, dat past wel, hè? Matching, gelukkig. Wist je dat of wat? Ja, ik zat op voorhand. Tadaa. Ben je klaar? Je moet nog wel eventjes ook nog een keer naar de knopjes toe doen hier. Ja. En dan kan je... Dan ben je er klaar voor. Ik moet zeggen, het staat je wel, hoor. Dankjewel. Je hebt intussen ook een pet aangekregen. Ja, ik heb volgens mij altijd zo... Dit is trouwens een veiligheidspet. Ja, ja. Het is een soort van helm, eigenlijk. Het werkt. Ja. Plezier. Dank je. Wow, zie je al die rijden?
zijn weer terug thuis na een super fijn en heel erg leerrijk fabrieksbezoek bij de Uncle Ben's fabriek in Ole. Dat is echt mega interessant voor mij. Ik ben een heel grote rijstliefhebber. En nu ben ik dat gewoon nog meer geworden. Dat is echt zo, ja, nu ik weet hoe het hele proces gaat van rijst, echt wauw. Dat is echt een heel bijzonder, uniek product eigenlijk. En daar zit heel veel werk vooraf. Je beseft dat misschien niet, wanneer als je thuis gewoon een zakje rijst neemt bijvoorbeeld om het eventjes te koken. Nee, daar zit echt zoveel vooraf gegaan, zoveel controles ook vooraf. Echt wow, echt wauw. Nee, ik moet echt zeggen, dat had ik echt nooit verwacht. Dus dat is wel zo positief. Zeker ook als grote reisliefhebber ben ik nu nog een grotere liefhebber geworden. Dus dat mag echt wel. Het heeft echt heel erg wat indruk ook op mij nagelaten. En dat is ook heel boeiend om allemaal zo te zien. Ook zo we hebben zo van alles gezien, we hebben dus ook zo nog gezien hoe dat dan de rijst bijvoorbeeld in de zakjes valt. Dat dan zo ja, geknipt wordt of gescheurd wordt bijvoorbeeld. En dan ook nog dat ze, hoe dat dan de rijst in de doosjes gaat. Hoe de doosjes op paletten gaan. Hoe dat de paletten naar een stockageruimte gaan om dan opgepikt te worden door een vrachtwagen. Echt, we hebben zo eigenlijk het hele volledige proces gezien van onbewerkte rijstkorrel tot met de rijst die klaar staat om verkocht te worden in de supermarkt. Dus dat is echt wel kei tof. Van onbewerkte rijstkorrel tot met rijst in een doosje of rijst in een zakje. En ze hebben tegenwoordig ook heel veel van die Uncle Ben's zakjes die zomaar een paar minuutjes eventjes in de micro moeten staan. En dan heb je een heel lekkere maaltijd. Daar ben ik sowieso al heel grote fan van. En ja, dus echt van die dingetjes echt wow. Ja, oké, je ziet het, ik ben echt helemaal onder de indruk. En nu zit ik in mijn bedje. Jij is nog even beneden en nog aan het monteren. Dus ik zit hier helemaal alleen. Naast mij is het leeg. Ja, maar ja, eventjes nog monteren voor jullie vlogje. Die nu waarschijnlijk reeds online zal staan. En ja, ik ga nu in bed. Ik ga nog eventjes lezen in mijn boek. Ik ben een boek van Linda van Rijn aan het lezen. En die noemt Casa Ibiza. Ik ben eergisteren een boek begonnen van Linda van Rijn. Dat was Winterwereld, denk ik dat die boek noemde. En die was echt uit in 2 avonden tijd. En dat vind ik zo ontspannend. Even gewoon relax. Even gewoon gedachten in een andere wereld. In dit geval de Casa Ibiza wereld. En dat vind ik zo ontspannend. En daar geniet ik echt van. En dan daarna lekker gewoon gaan slapen. Als je het een leuk film vond, dus zeker als dan de duimpjes omhoog. En heel graag tot morgen. Ciao. Oh ja, is ook nog belangrijk. Wat is jouw favoriete gerecht met rijst? Ik ben echt heel benieuwd. Dat van mij is... Ja, ik eet eigenlijk heel graag de mediterraanse rijst van Uncle Ben's. Die je zo eventjes gewoon in de micro moet zetten. Maar ik ben ook heel grote fan van tacos. En ik denk dat dat bij Jenno ook wel het antwoord zal zijn. Tacos met... dus tacos met aan erin rijst. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete gerechtje gaat zijn. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.